Plaatsvervangend secretaris-generaal bij de CARICOM, ambassadeur Manorma Soeknenden, is afgetreden. Soeknenden heeft ruim 7 jaar gediend op het CARICOM-secretariaat in Guyana. Voor 2014 was Soeknenden ambassadeur van Suriname in Guyana, Jamaica en Cuba. Als een van haar verdiensten kan worden genoemd het overzien van de groene gedachte op het CARICOM-secretariaat, waarbij dit gebouw werd voorzien van zonne-energie. Verder had Soeknenden de leiding over de introductie van het Results-Based Management System dat nu in de CARICOM wordt geïmplementeerd. In december 2020 is de Surinaamse diplomaat uitgeroepen tot CARICOM Energy Personality 2020. CARICOM Algemeen Secretaris-Generaal Carla Barnett heeft Soeknenden bedankt voor haar verdiensten en haar bijdrage aan de integratiebeweging.